Vorige keer in het ZEP e-sport Formule 1 kampioenschap reden we eindelijk de race op Zandvoort. Maakte Jorrit de heftigste crash tot nu toe. Oh, Jorrit vliegt en stuitert en rolt en stuitert en oh, op de kop. En dat zorgde voor veel onrust onder de coureurs. Gestoord. Jij stuurt op me in. Jij rijdt zand voorbij, hè? Op me in. We zijn in Monza, dat is het snelste circuit op de kalender. Dat is de gemiddelde snelheid van 250 km per uur. Nou, ik ben heel benieuwd hoe hard onze coureurs gaan. Voilà. Hallo. Heerlijk. Hai, hai. De kwalificatie in Italië is gereden en dit is de uitslag. Opnieuw start Giel niet in de top 3. Hij start vanaf P4. Boris heeft een goede kwalificatie gereden en start op P3. Christian heeft P2 en Xander heeft P1. Wil je de kwalificatie zien? Ga dan naar ons Instagram-kanaal. Sander. Ja. Wat gaat de tactiek worden vandaag? Nou, ik denk gewoon weer een hele goede start hebben. En dan de binnenkant afkrijgen, want de binnenkant is best wel belangrijk hier. En dan niet zoveel ruimte geven aan Christian en een Giel die een goede start hebben. Heb je al een bondje met iemand eigenlijk? Ja, ik denk al Christian. Maar je hebt daar nog niet aan gedacht. Hè? Nee, dat maar misschien is het handig om voor de volgende keer daar eens aan te denken. Om een maatje te hebben, toch? Ja. Dus, misschien dat er een maatje naast je. Maar die slaapt op dit moment. Ik denk gewoon naar te slapen. Dit is wel een appel voor jou, toch, denk ik. Ja, het is wel. Geen bochtjes. Nee. Gewoon een lekker rechtdoor. Ja, toch? En dan met DRS. Met je? DRS. Wat is dat nou weer? Dat je, dan kan je indrukken zodat je op een heel lang stuk heel snel kan gaan. Ook, is dat zo? Ja, maar dat doen ze waarschijnlijk allemaal. Ja. DRS heet dat. Hé, goede positie toch op zich wel? Ja, 12e. 12e, dat is lekker toch? En dan kan je een beetje omhoog klimmen, toch? Ja, gaan we proberen. Misschien ook drive of the day is ook lekker. Gaan we ook zeker dus, voor. Maar rij voorzichtig, hè? Ja, ga ik doen. Want ik heb nog een nare mededeling. Oké. Okay. Was even vergeten te vertellen dat ik heel graag in Italië kom, vooral in de Toscane. Toscane vind ik echt heel mooi. En Monza ligt iets boven, aan de bovenkant bij Italië. Kent ongeveer 123.000 inwoners. En die gaan allemaal naar jullie kijken. Dus, en omdat het mijn vakantieland is, wilde ik heel graag instellen dat we vandaag ook schade aanrijden. Niet te veel brokken maken dus. En het is een... Nou, een parcours met heel veel rechte stukken. Dus maar dat moet niet zo moeilijk zijn om schadevrij te rijden. Denk ook even aan het feit dat we nog steeds de driver of the day hebben. Dus ik wens jullie heel veel succes. Coureurs, starten maar! Pas op over de curbs. Die gele dingen die zijn dodelijk voor je auto. Dat kan ervoor zorgen dat je een fatale motorschade oploopt. Dus vermijd deze of pak de Apex goed. Fijne race allemaal. Ja, fijne race. En we zijn vertrokken. Giel is goed weg vanaf de vierde plek en gaat direct naast Boris en Christian zitten. Boris er nu achter, Christian en Giel naast elkaar. Die eerste bocht in Xander ervoor. Giel zit hier aan de binnenkant. Nu de schade weer aanstaat, zie je dat direct in het rijgedrag. Coureurs nemen geen risico's en na die eerste bocht is het Giel die P2 pakt, Christian op P3 en Boris op P4.
Christian en Giel zitten weer naast elkaar en Boris zit er vlak achter. Met veel snelheid rijden ze op de volgende bocht af, maar Boris neemt een risico en remt veel te laat. Boris! Kom maar, dit grote risico wat Boris nam, komt hem erg duur te staan en hij rijdt nu op P6. Je tikt bijna mij aan, Boris. De start verliep niet al te vlekkeloos, dus we kijken naar een herhaling. Fabian heeft een goede start en weet snel aan te sluiten bij de vier coureurs aan kop. Elke coureur probeert zoveel mogelijk afstand te houden, zodat ze geen schade krijgen. Maar dat is toch lastig in de eerste bocht. Zeker als er meerdere auto's naast je zitten die je voorbij willen. Jee, ik krijg het hier. Hé, mensen die nu hebben afgesneden, ik heb het gezien, jullie konden niks aan doen. Rij rustig door. Hesse, je hebt mijn auto kapot gemaakt. Wat heb je gedaan? Ja, ik kreeg het dossier. Wat is dit dan? Helemaal niet, je reed gewoon in je eentje. Kom op, nu maak je het alleen maar erger. Daar komt Jesse. Jesse, kom op. Het is ook altijd chaos bij de start. Gelukkig is er nog niemand uitgevallen en rijden alle coureurs nu veilig achter elkaar. Hesse, door jou is mijn auto onbestuurbaar. Geef even die plek. Fabian lijkt schade aan zijn auto te hebben door de touché met Hesse in de eerste bocht. Toch weet hij erg veel snelheid te krijgen op dit circuit en houdt hij Boris achter zich. Maar Boris heeft ontzettend veel slipstream en hij komt snel dichter bij Fabian. Hij gaat hier... Oh! Oh nee! Hij gaat de muur in of toch niet? Hij weet zijn auto net in controle te houden. Maar Jorrit en ook Jesse gaan hem voorbij. Maar dit had veel erger kunnen aflopen. Giel zet ondertussen de aanval in op Christian voor de tweede positie. Hij heeft een goede exit en nu hier op dat lange rechte stuk in Italië kan hij veel slipstream pakken. Ze racen naast elkaar op volle snelheid. Wat een plaatje. De volgende bocht gaat alles bepalend zijn. Kom, Christian. Met de support van Xander gaat Christian richting die bocht. Hij remt net iets eerder dan Giel, waardoor Giel eerder door die bocht kan. Denk eraan dat schade aanstaat, jongens. Dus hou elkaar heel. Geef elkaar ruimte, ja, vooral door de bocht. Hier gaan Maybrit en Ferry. Zo, Maybrit remt erg laat, waardoor ze de bocht moet afsnijden om geen ongelukken te veroorzaken. Wat doe je? Je snijdt aan. Ja, ik bocht dat gebeurt. Kan ik niks aan doen? Geef hem dan terug. Nee, want ik kon er toch niks aan doen. Alsnog. En als er niet wat gezellig om terug te geven, dat ik het te doen. Pak ik hem wel zelf terug. En Julian gaat door de slipstream Maybrit voorbij. Soms even van de weg afgaat, hè, om mezelf. Wel aardig, Maybrit. Heel aardig. Hey, Jesse, hey, niet beuken, Julian. Maar jij volgt mij. Ja, Maybrit duwt me eraf. Julian verliest 5 posities door deze actie en rijdt nu op P18. Hesse rijdt op P4. Hij komt hier erg dicht bij Christian, maar weet niet die top 3 binnen te rijden. En daar komt Mikey. Hij is in strijd met Boris op P10, maar hij rijdt veel te laat. Nee, Mikey, nee! Nee, dit is niet oké, Mikey. Hij pakt de positie af van Boris en hij geeft hem terug. Hij geeft hem terug. Ja, Mikey, dat is goed. En daar komt Julian. Die is in strijd met Jensen. Maar hij raakt, Jensen! Oh, nee! Julian! Sorry, Jensen. Ja. Wat een crash! Jensen kwam ook nog tegen Elf aan en vloog door de lucht. Wacht, ze rijden nog wel, maar de coureurs moeten verder rijden met een zwaar afgetakelde auto. Gaat Jensen nog wel kunnen finishen? Ja, ik kan gewoon niet sturen. En daar komt Fabian aan. Hij rijdt redelijk comfortabel in de top 5, maar achter hem zit racemonster Jorrit. Vorige week crashte Jorrit door een botsing met Siem en dat kostte hem veel punten. Deze week is hij uit op een podium. Jorrit heeft een goede exit en ze racen hier dat rechte stuk op. Ze komen hier richting start-finish. Gaat het dan gebeuren? Ja, Jorrit gaat Fabian voorbij op start-finish. Let's go! Maar de strijd is nog niet gestreden. Ze rijden richting de lastige bochtencombinatie die al voor veel problemen heeft gezorgd deze race. Jorrit lijkt voor te blijven en heeft zometeen de binnenbocht. Fabian komt naast Jorrit en gaat buitenom. Hey, kom op, je gaat Jorrit, over de witte lijnen. Nu is mijn zijkant nog meer kapot. Jee, mijn auto kan niet meer kapot. Ja, Elva, ik kom eraan. Jorrit, ik wil de plek terug. Dankjewel. Ik vond hem onverdiend. Daar komen Mikey, Siem en Kaz aan. Ze racen naast elkaar, maar hey, ze snijden alle twee de bocht af. Raceleiding. Siem en Mickey, als jullie de positie aan Kaz geven, dan krijgen jullie geen penalty. Hier is Kaz heel erg blij mee. Ik heb hem al lang een Kaz gegeven. Terug bij de strijd tussen Fabian en Jorrit. Jorrit nu met slipstream. Hij gaat Fabian voorbij. Jorrit pakt P5. Jorrit gaat hier prachtig door die bocht heen en weet meer afstand te creëren tussen hem en Fabian.
Boris, gestart door P3, rijdt nu op. Oh, 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 hij gaat door het gras en nog een keer door het gras. Boris vliegt zo de muur in. Wat is dit nou? Boris lijkt door te kunnen rijden, maar voor hoe lang nog? Daar komt Jorrit, vlak achter Hesse, in de strijd om die vierde plek. Jorrit komt wel erg dicht bij Hesse, maar gaat... Oh nee! Hesse vliegt de muur in door Jorrit! Hesse komt snel weer de baan op, maar hij lijkt veel snelheid verloren te zijn. Fabian schiet hem voorbij, maar hij gaat nu ook Jorrit voorbij. Fabian pakt P4. Jorrit geeft de positie terug. Hier in de bocht kan Jorrit de positie goed teruggeven aan Hesse. Toch is er opnieuw een kleine aanraking. Hesse rijdt nu op de vijfde plek. Oh, wat is dit? De motor van Hesse klinkt niet goed. En Jorrit botst zo tegen Hesse op. Hij komt tot stilstand in het gras. Nee, nee, nee. Hesse is opnieuw de eerste uitvaller van de race, net als in Hongarije. Arme Hesse. Hij reed echt één van zijn beste races tot nu toe. En zelfs bijna een podium. Alles is nu weg en Hesse krijgt 0 punten. En dat in de laatste ronde van de race. We hebben de eerste uitvaller van de dag en dat is Hesse. Hij viel alweer terug van P5 naar P9. Jens ook toch? En hij heeft helaas een DNF te pakken. Jij mag bij 300 meter weten, dus dan kon je hem niet. Heeft Jens hetzelfde probleem? Nou, ik kan gewoon niet meer sturen. Laat hem maar staan. Zo, hé! En we hebben een tweede uitvaller. Jinze kan helaas de race ook niet afmaken. Ik kan niet meer sturen. Waar reed Jinze? Zo, Mikey stond zijwaarts op de baan en Julian kwam tegen hem aan. Julian kan wel doorrijden. Iemand die ook stilstaat langs de baan is Boris. Zijn auto lijkt op te zijn. Ik ben klaar. Valentijn, blauwe vlag. Valentijn, blauwe vlag. Mikey. Valentijn, blauwe vlag. Ik kom van... Ja, wat doe je? In de laatste ronde van de race maakt Christian nog een botsing. Ik kan bijna niet meer sturen. Maakt niet uit. Ik kan ook niet meer sturen. Ik moet stuur scheef houden nu. Maar dan kan je beter aan de kant zetten. Ik kan makkelijker gewoon rijden. Alleen verlies ik een beetje tijd. Ondertussen komt daar de snelste coureur van het circuit aan. Het is Xander die na 8 rondes op Monza als eerste over de finish komt. Hij wint de GP van Italië en gaat naar huis met het goud. Giel wint het zilver en Christian gaat naar huis met brons. En zoals gebruikelijk sluiten ze af met een knal. Hoe was dit circuit? Dit is mijn lievelingscircuit, dus daar had ik ook voordeel mee. Ja? Oh, waarom is dat zo? Ik vind het gewoon een heel fijn, soepel lopend circuit. Er komen nog een aantal races, dus hou vol dit. Hou vol. Ja. Tiende. Ja. Goed hoor. Heel goed. Ja, echt jouw baan toch, hè? Ja. Heb je ooit zo hoog gezeten, geëindigd? Nee, hè? Eén keer in de negende. Oh ja, nou heerlijk. En hoe komt het toch dat het een rechte baan is? Ja, toch wel dat echt een rechte stukken waren dat ik goed mijn DRS kon gebruiken. Ja, precies. Ja. En je had een beetje geoefend, geloof ik ook. Ja, en de eerste bocht was echt zo'n scherpe bocht. Ja. En heel veel vielen er daarin uit. Ik kon er heel makkelijk doorheen gaan. Wat had je anders gedaan als je het opnieuw zou moeten doen? Als ik geen schade had, dan was ik vier. Wat zuur. Geen schade, vier en nu met schade gewoon eruit. Hoe is het dan met al die mannen te rijden hier? Ja, wel spannend, want die heel goed voelen en zo. En ze zijn ook wel echt goed. Ja. Maar ja, ik wil het altijd wel proberen. Ja, toch? Ja. En jij, vind je het ook leuk? Ja, het is wel leuk, maar af en toe echt heel druk. Hoe komt het dat het zo goed ging? Nou, andere mensen crashen vooral veel en hadden de duellen. En ik reed daar gewoon mooi doorheen. En op een gegeven moment... Was het ook, werd ik zelf aangeraakt, maar wist ik mezelf gewoon heel snel te herstellen. Dat is lekker. En dat ik gelijk weer weg. De winnaar van het ZEP eSport Formule 1 kampioenschap 2022 wint niet alleen deze beker, maar ook dit gigantische prijzenpakket met alles om thuis te racen. We beginnen natuurlijk met de driver of the day. En vandaag is de driver of the day Joep! Joep! Ja, Joep. Ja. Jij bent van plek 20 naar plek 14 gereden. Dat is heel goed. Applausje waard, hoor. Jij krijgt er 10 punten bij. Uiteindelijk zijn er 3 coureurs geweest in Italië. De nummer 3 is geworden Christian. Ja, Christian. Op nummer 2. Hoe verrassend. Giel!
En het wordt steeds spannender en spannender, want Xander staat op nummer 1. Ja, hoppakee jongen, brons, gefeliciteerd. Opnieuw zilver, maar nog steeds nummer 1, dat is wel heel, heel mooi. Maar Xander, achtervolgt hem, alsjeblieft jongen, met goud. Blijf het volhouden, geef nog een groot applaus. Op Monza, Italië. De volgende keer zijn we in Singapore. De race met schade zit erop en dat zie je in de uitslag. Helaas zijn Hesse, Jinsen en Boris uitgevallen en krijgen ze dus 0 punten. Joep krijgt 10 extra punten als driver of the day. Giel is tweede geworden en Xander pakt opnieuw de 30 punten. Dan de tussenstand. Er zijn veel verschuivingen onder in het klassement. Mikey, Joep en Maybrit stijgen alle drie een plekje in het klassement. Door de D en F van Boris stijgt Jesse naar de 6e positie. Maar ook Jinsen en Hesse zakken een plek door het uitvallen. Bovenin is de strijd erg spannend. Giel en Xander schelen nog maar 6 punten. En het verschil tussen Jorrit en Christian is nog maar 3 punten. Vergeet niet te abonneren zodat je niks mist van het ZEP eSport Formule 1 kampioenschap.